Welkom in mijn team. En dat heb ik tegen deze projector van Optoma gezegd. Ik zeg, manneke, je is echt voor uw geld een geweldige projector. Dat is een DLP-beamer, dus DLP-techniek. En hier wordt nog gebruik gemaakt van een lamp. Dit is een home cinema projector en ook geschikt voor gamers. En eventueel voor de enthousiasten van 3D is deze beamer ook compatibel, mits de optie van brilletjes aan te kopen, 3D brilletjes. U zal zien in deze video, laat ik u toch wel wat beelden zien, hoe het beeld zich zet in verschillende lichtomstandigheden. Dus ik ga je beelden laten zien tijdens klaarlichte dag, dus in een leefruimte, ook meer aan de avond toe wanneer er een lampje brandt, en ook volledig in het donker. En dan zal u telkens zien dat het contrast zich telkens verbetert. Maar ik kan u zeggen, ik heb hem voldoende uitgetest, en dat, daarom dat hem ook in mijn team past, van projectoren. Hij presteert echt geweldig, dus hij geeft klare beelden, hij heeft verschillende settings, in cinema mode, in HDR mode of in bright modus. Dus hij presteert echt zeer, zeer goed. Hij is 4K Ultra HD. Maar ik ga daar ook bij vermelden. In wezen is het een Full HD native. Ja, dat is eigenlijk de bron, de fundering. Maar dankzij de E-Shift techniek geeft die beamer ook een Ultra HD beeld, dus 4K. En u zal zien, het is echt scherp. Ik ga zoveel mogelijk laten zien, zoals dat we kunnen. We nemen op via iPhone 13 Pro. Daar staat u, goed jongen. Dus ik ga dat zoveel mogelijk laten zien. Nu, dat strookt nu nooit 100% met de werkelijkheid. Dus als u dat beeld in het echt ziet met uw eigen ogen hier bij ons in Destelbergen, dan zou je dat echt optimaal kunnen zien. Maar ik vermoed toch dat u al een zeer goed, dat u een zeer goed beeld kan vormen van wat dat het is. Dus laat ons zeggen, dat strookt toch 90-95%. Maar natuurlijk, voor die 100% moet u in de Damstraat zijn, te Destelbergen. Ik werk op afspraak, dus u bent altijd welkom. Ook na de werkuren, geen enkel probleem. U vindt alle informatie hieronder, dus e-mail, ons adres, telefoon enzovoort. Ook niet onbelangrijk, eigenlijk ja, zeker is niet onbelangrijk, dat is welk beeld kan u projecteren, dus welke beeldbreedte kan u projecteren van welke afstand, dus de afstand van projector tot scherm. En dat wil ik ook nog zeggen, dus afstand van de lens tot het scherm. Dat is belangrijk. U kan dat allemaal na gaan kijken op de site van Optoma zelf, op de UK site. En daar kan u ingeven de afstanden dat u kan plaatsen ten opzichte van het scherm. Of u zegt van ik heb een bestaand scherm, 2 meter breed, 2 meter 50 of 3 meter. En dan zal u zien hoeveel u, op welke afstand u de projector, dus de voorkant van de lens, moet plaatsen ten opzichte van het scherm. Ja? Dat is met de Screen Distance Calculator. Ja, ik vind dat een handige tool. Maar ik zal zeggen, moest het daar niet in passen, dan heeft het geen nut dat u deze beamer koopt. Belangrijk bij deze Ultra, hij is dus Ultra HD 4K, maar het is dus de UHD 55. Zo is het tipnummer, UHD 55. Ja. Ook in het verdere verloop van onze video zal u zien, ik projecteer hier in deze ruimte een keer op een afstand van een goede 3 meter, dus de voorkant van de lens tot het scherm, tot dit scherm. En dan hebben we een beeldbreedte die dat gaat van een meter 90, heb ik hier gemeten, een goede meter 90. En dan kan u gaan tot 2 meter 48 beeldbreedte, dus dankzij die 1,3 zoom. Ik
kan ik hier een aantal waarden aanhalen. Dus dan heeft hij toch al een beeld. Dus dan kan je zich inbeelden hoe ver je de projector kan zetten voor welke beeldbreedte. Laten we zeggen, we hebben een beeldbreedte van 2 meter. Effectieve beeldbreedte 16 op 9. Dan moet de beamer op een afstand staan minstens 2,42 meter. En maximaal de afstand lens tot het scherm 3,18 meter. Ja? Dus 2 meter beeldbreedte is een populaire maat. Ook 2,50 meter beeldbreedte. En dan moet de afstand dus van de beamer, van de lens, dus telkens de lens, de voorkant hier van de beamer, op een afstand staan van een 302 centimeter, dus een goede 3 meter, en maximaal tot 397 centimeter, dus een goede 4 meter. Dus daar moet de beamer gaan staan voor een beeldbreedte te bereiken van 2,50 meter. Voilà. Maar ik ga nu een voorbeeld geven. Als u stel, u moet deze beamer op een afstand zetten van 4,50 meter tot het scherm, of zelfs nog meer, dat kan. Wij hebben beamers geplaatst op 5, 7 meter, dus dat kan. Maar dan gaat u er waarschijnlijk niet komen, tenzij u een zeer brede muur heeft. Ik geef een voorbeeld. Afstand 4,50 meter, lens tot het scherm. Beeldbreedte is dan van 283 centimeter tot 3,71 meter beeldbreedte. Dus dat is al redelijk, in de veel omstandigheden is dat te veel. Ja? Dus dan moet u naar een ander type beamer gaan en daarvoor zijn wij er voor u dat in advies te geven. Er zijn een aantal beamers van Optoma. Ik weet niet juist van buiten, de UHZ65LV. En die geeft een zoomfactor van 1,6. Dus als we bij Optoma blijven. We hebben ook nog andere merken, Epson, Sony, GVC. Dus dat zijn mogelijkheden genoeg. Maar deze beamer, dus de prijs, is €1.599 adviesprijs. U zal ook weer zien, volg onze link hieronder, dus bij de beschrijving, op onze YouTube-film. En daar kan u naar de link gaan hoeveel onze netto-prijs bedraagt. Dus momenteel, in oktober 2022, bedraagt onze netto-prijs €1.449. Ja, ik ben juist, €1.449. Maar prijzen gaan de laatste tijd toch altijd een klein beetje stijgen. Dus het gevaar zit erin dat hij ook een beetje gaan stijgen in prijs, maar dat heb ik dus, ik heb dat zelf niet in hand. Ik zou het liever anders hebben, maar dat gaat niet. Dus hebben wij dat al vermeld, lichtsterkte 3600 ansilumen, dus die is lichtsterk genoeg voor in de meeste omstandigheden te gaan projecteren tijdens de dag, zeker s'avonds met een beetje kunstlicht en natuurlijk ook tijdens de... We hebben testen gedaan, u zult het ook zien, dus als we in een, ja, als het goed donker is, echt dan HDR-beelden of normal TV-beelden, cinema-mode, echt dat is perfect. Dat beeld spat echt van het scherm. Ik zal u beelden laten zien, echt prachtig. Voilà. Dus wat hebben we nog? Ja, een kleine troef. Het is nu niet de meest geweldige troef, maar hij heeft hier, dit wieltje hier, dat is een verticale lensshift. En dan kan je het beeld op en neer mee bewegen, zonder dat je de projector hoeft te gaan verzetten. Want anders krijg je trapezium effect, dus keystone. Nu, als het ook nog nodig zou zijn, kan je dat beeld altijd met keystone gaan corrigeren, dus dat je dat trapezium effect recht krijgt. Ja. De beamer die kan je gaan instellen via dit klaviertje hier op de beamer zelf. Maar echt, ja, veel zal je dat niet gebruiken. En dan ga je via deze afstandsbediening, ik vind ze nog redelijk overzichtelijk, niet te groot, valt goed in de hand. En, niet onbelangrijk, verlicht. Vind ik echt zeer goed en ze is echt goed verlicht dat je meteen, baf, de juiste toets kan instellen.
of aanraken. Zal ik ook nog laten zien in detail, dat zijn alle aansluitingen, dus voldoende aansluitingen. Hij is echt up-to-date met de laatste HDMI-inputs, hij heeft er 2. Je kan er ook nog via een audio-output actieve luidsprekers aansluiten. Netwerkaansluiting uiteraard, USB en zo USB 1 en USB 2 zelfs. Voilà. Zelfs een digital output. Voor naar een echt wel interessant. Dus audio in, audio uit. En een RS232 poort. Een voedingsaansluiting uiteraard. Dan een USB voedingsuitgang. Een VGA ingang. Een USB-poort wifi dongel mediaspeler, een internetaansluiting RJ45, een RS232 aansluiting, een HDMI 1 aansluiting 4K 60 Hz voor game met lage latentie, HDMI 2 aansluiting 4K 60 Hz voor pure motion, USB-poort wifi dongel mediaplayer, optisch digital out, 12 volt uitgang, audio ingang en audio uitgang. En dan hebben we daar nog de veiligheidsbalk. Voilà. De infrarood kan je hier vooraan aan het toestel gaan richten. Of ook als de beamer aan de plafond hangt, ook altijd interessant. Hier is ook een ontvangertje. Ja. Nu ga ik een speaker op met een bladje voor te zien dat wij echt niks vergeten zijn. Ja, wat ook zeer interessant is, dat is de, als je projecteert op een muur, dat kan wit zijn, maar dat kan ook grijs zijn, dat kan geel zijn of wat ook. Dan kan je dus de kleuraanpassing van de muur, dan kan je zeggen, deze kleur heb je van muur. En dan ga jij dat gaan aanpassen, dus het geprojecteerde beeld gaan wijzigen. Dus op basis van de kleur van die muur. En dat vind ik wel interessant. Want wat gaat hij doen? Hij gaat het juiste kleurgamma verkrijgen. Dus hij gaat dat toch wel uw beeld gaan aanpassen ten opzichte van die muur. En laat ons zeggen, ja, ik vind dat wel een belangrijke troef. Dat is altijd, ja, ik vind dat meegenomen. Ik vind dat wel interessant. Vooral ook voor in een leslokaal, waar ze met zo'n schoolbord werken bijvoorbeeld. Dan kan je er echt gaan ingeven, ik heb een schoolbord en dan gaat hij toch het meest optimale beeld gaan projecteren. Dat vind ik wel interessant. Voilà, hier ziet u een beeld, geen HDR, gewoon SDR. We hebben de gordijntjes tijdens de dag naar beneden gelaten. We projecteren momenteel op ons gordijn. Dus dat is een groen gordijn. Er is ook een mogelijkheid dus dat je de achtergrond, de kleur van het achtergrond kan bepalen. Ik zal dat laten zien. En dat gaat een klein beetje wijzigen dan. De image settings, kijk, wall color kan ik hier naartoe. Wall color kan je wijzigen. Ziet u? Wall color, voilà. En even terug naar het menu. Voilà. Wall color, image settings. Voilà. Wall color. En dan ga je zien, dit gaat een beetje wijzigen. Ziet u? Telkens als we de type achtergrond aanpassen, gaat dat een klein beetje gaan wijzigen. Voilà. Het is niet veel, maar doe wel iets. Dus zoals we zeiden, we projecteren nu gewoon op onze gordijntjes. Die zijn groen. We gaan een keer ons scherm, dat is een lichtgrijs doek hier, 3 meter breed. En dat heeft een gain van 0,8. Dus u ziet het.
De kleuren, je ziet het, dat het toch verandert. Dus met een scherm, een goed doek, tension screen hebben we hier. Ik ga een keer kijken voor die walcolor af te zetten. Walcolor. En het afzetten. Of, oké, nu staat het af. Dus voilà. Een mooie heldere projectie. Super, hè? En ook zeer gedetailleerd, dus een beeldje van 3 meter. We kunnen echt wel dicht gaan. Dus mooi, hè? Ja, ja. Perfect. Voilà. Dus zoals gezegd, dames en heren, beste Home Cinema enthousiasten. U zal in onze video redelijk wat beeldjes nog zien, waar ik dus alles optimaal nog een keer ga uitleggen. Sorry. En dan gaat u telkens in verschillende situaties. Ik ga hier nog een paar beelden laten zien. En ik ga ook nog in een andere ruimte, op ons grote scherm van 3 meter, ook nog een aantal beelden laten zien. En zo hoop ik toch dat u een idee heeft wat deze beamer u kan aanbieden van beelddrinker. Echt, het is een mooi beeld. Zeer mooie HDR-beelden. Dus we hebben testen gedaan via onze Apple TV, waar dat we dan de HDR-setting instellen. En dat is echt een prachtig beeld. Moet je altijd rekening houden met HDR, dempt het beeld een beetje. Dat is normaal voor die optimale kleuren en optimale contrasten te laten zien. Ook niet onbelangrijk, toch wat ik er meegeven. Dat is deze ophangbeugel, die kost momenteel 79 euro. Dus ik zeg momenteel 79 euro. Dat is tussen het plafond en de onderkant dan van de beamer, is 10 centimeter. Voilà. Dus echt handig. Rekening houden, als je de projector plaatst op een tafeltje, kan je bewegen links-rechts, dat is geen probleem. Maar als je de beamer aan de plafond hangt met deze ophangbeugel, hou dan rekening. Dus soms wordt er wel een keer de fout gemaakt. Als men dat voor de eerste keer plaatst, als men dat niet gewoon is, men gaat de beugel perfect in het midden hangen van het scherm. Dus loodrecht ten opzichte van het midden van het scherm. Maar het is eigenlijk dus de lens die dat in het midden moet staan van het scherm. Dus loodrecht ten opzichte van het scherm. Ziet u? Voilà. Dus het ophangsysteem kan u wel een beetje gaan manipuleren door deze pootjes hier, die 4 pootjes dat hierbij zijn. En er zijn nog van alle andere toebehoor bij. Dus. Maar let zeker op dat je je richt op deze lens loodrecht, dus ten opzichte van het midden van uw projectiedoek. En er zijn hier genoeg vijsjes bijgeleverd, dus dat je echt, dat past altijd een vijsje op. Nee, op ieder potje past een deksel, op iedere Optoma projector past een vijsje. Echt interessant, 79 euro. Dus voilà, wij zijn bereikbaar. Dus u weet het, de Destelbergen, onze website www.dovel.be. Mijn naam is Kurt van der Velde en ik hoop u snel zulke beamer te mogen verkopen. Of ik zou zeggen, kom een keer kijken. Salutjes, tot ziens. Hè. Dag. We hebben hier het beeld even stilgezet van onze Euro 3D Demo Blu-ray. De projector die staat nu in bedrijf, in cinema mode. Dus normaal gezien niet meer dan 26 dB. Ik hoop dat u het hier goed kan horen. Dus meer dan dat van lawaai maakt dat niet. Dat is echt. Ik vermoed dat het in het echt nog minder hoorbaar is als dat u het geluid via onze iPhone gaat horen. Dit is ongeveer op 30 centimeter afstand. De beamer tot het scherm. De afstand dus van de lens. Ja. Tot het scherm is een 3 meter en we hebben een 21:9 formaat scherm, dus de projectie is 16:9 en de beeldprojectie is nu 1,90 meter breed. Ja, we kunnen dit vergroten dankzij de zoom van 1,3. Voilà, dan krijgen we zo'n beeld.
Dus maar als we het volledig inzoomen, komen tot die beeldbreedte. En voilà. De focus even bijregelen. U ziet het. Dat wordt een mooi scherp beeld. Even van dichterbij bekijken. Voilà. Dus u ziet het. Zeer scherp, gedetailleerd beeld. 4K e-shift. Mooie kleuren. Dit is nog geen HDR. Dat is SDR. Dus 4K e-shift. Zeer goed contrast. En u ziet het, een zeer mooi dieptezicht van het beeld. We gaan eens zien wat het geeft. De image setting, dus van display mode cinema naar HDR simulatie. Voilà. Dit is HDR-simulatie. Nou, toch knap gedaan. Dus HDR-simulatie in de meest optimale omstandigheden. Zo goed als volledig duister. Klein beetje achtergrondlicht. Niet veel, voilà, van deze tafel daar. Maar dus zo goed als duister. Ook handig is de remote controle. Licht op in het donker. Voilà, ik weet nou het kunnen scherpstellen. Voilà, ziet u. Handig voor in het donker te werken. Idem beeld, nog altijd HDR simulatie. Buiten is het donker en hier binnen brandt een achtergrondverlichting achteraan deze ruimte. Nog steeds zeer goed beeld voor naar te kijken. Kom gerust eens luisteren naar onze demo Auro 3D opstelling. In deze video horen we een tractor voorbij rijden. En voilà. How you feel? Very good. Voilà, demonstratie klaar. De Auro 3D Demonstration Disc. Kom genieten van de immersive sound. 9 kanaals of 11 kanaals, aangevuld met baskasten. We gaan nu een projectie laten zien tijdens de dag. Dus er komt toch wel wat daglicht binnen. Nu ook niet overdreven, er schijnt geen zon, maar het is toch dag. En we projecteren op een scherm van 3 meter breed. We gaan de beamer opstarten. Dus je kan hem opstarten op het toestel. Maar natuurlijk ideaal is via deze remote controle. Voilà. De beamer gaat in bedrijf. Hierbij toon ik de projectie tijdens de dag. Voilà. Dus er komt nog voldoende licht binnen, maar dus geen zonlicht. En nu om even aan te tonen, dit is een menutje van Apple TV. Wij projecteren nu van onze Apple TV in HDR-modus. Dus setting HDR. En je zal zien als we overschakelen naar gewoon SDR, dan zal het beeld klaarder worden. Dus HDR is ideaal om te kijken 's avonds of als het volledig donker is. En voilà. Ik ga nu een keer kijken als we dat gaan veranderen. Dus onze video audio. Dus we gaan naar de structuur 4K SDR op 60 Hz. En dan zal u zien. Het beeld zal dan klaarder worden in SDR. Voilà, ziet u? Het beeld wordt klaarder. En dan ga ik nog een keer kijken
Dus we spelen hier in een keer kijken onze video setting, sorry, onze image settings, op wat dat nu staat. HDR simulatie. Ja, en als we dan naar kijken wat dat geeft bij cinema, dat wordt ja, ietsjes donkerder naar mijn. En dan kunnen we nog naar bright gaan. Voilà, voor tijdens de dag te kijken. Ja, dat is eigenlijk, ja, is misschien goed voor op een schoolbord, maar dat is ook niet het ideale, vind ik persoonlijk. Ik zie wat dat zegt bij reference, dat wordt, ja, dat is kwestie van instelling. Game, oké, wordt ook nog wat klaarder terug. Cinema. Ja. Voilà. Nog even laten horen de geluid van de ventilator. Dus dat is op 30 centimeter afstand. Dus houd er rekening mee als je hem plaatst in een kast, dat je toch zowel links en rechts 30 centimeter spatie moet overhouden voor afvoer. Hier is de afvoer van de warme lucht. En hier komt de aanvoer van de frisse lucht binnen. Zie je? Dus dan moet er toch voldoende plaats zijn. Ook aan de bovenkant ideaal een 10 centimeter ruimte laten. En ook achteraan 10 centimeter ruimte voor de plaatsing, maar ook dus voor de kabels netjes weg te werken. Voilà. En dan ga ik nog even projecteren als ik de gordijnen toedoe. Dan ziet u. En dan zal u nog even een verschil kunnen bekijken wat dit zegt. Eens het verschil laten zien, dus zonder kunstlicht. En dan met kunstlicht met onze lampadairtjes die aangaan. Nu, dat één rechts daar, dat staat er eigenlijk iets te kort bij. Normaal zou ik dat niet doen, maar ja, we leven nog graag ook, hè. Voilà. Maar u kan nog altijd perfect naar tv kijken, u ziet dat, hè. Geen enkel probleem. Even terug uitdoen, voilà. Komt contrast telkens beter naar boven. Zeer mooi. Hier laat ik nog eens graag zien hoe snel de beamer, als je hem uit bedrijf zet, ophoudt met koelen. Dus voilà, nu gaat hij uit bedrijf. En het is over. Voilà, gedaan met koelen. De projector is volledig uit bedrijf.